Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer doe ik een bullet journal van de Xenos reviewen. Deze bullet journal is een klein A5 formaat, zoals ik hier laat zien. En er zitten al verschillende standaard pagina's in. Persoonlijk vind ik dit heel jammer, want het zijn er nogal veel. Dus daardoor verlies je veel pagina's eigenlijk in de journal zelf. Deze journal is €2,29 en hij is ook verkrijgbaar in het blauw met een iets andere opdruk. Ik ga voor jullie even alle soorten pennen en stiften testen op het papier zelf om te kijken of dit beter of slechter papier is als de Mus Bullet Journal die ik zelf gewend ben. Voor deze test gebruik ik zwarte pennen, gekleurde pennen en stiften van verschillende merken om een duidelijk overzicht te geven. De vakjes van de bullet journals zijn 5 mm bij 5 mm, net als de gewone bullet journals die je eigenlijk gewend bent. Hetzelfde eigenlijk als de bullet journal die ik gewend ben van Mus. Ook pak ik nog even de waterverf erbij om te kijken wat voor effect dat op het papier heeft. Ik gebruik ook expres lichte en donkere tinten om daar aan de achterkant te kijken hoe ver het doordrukt. Tijd om te kijken. Nou ja, de waterverf zorgt er wel voor dat het papier zelf heel erg gaat bochelen. Maar dat is eigenlijk ook wat er gebeurt bij de Mus. Pak ik nog even mijn brushpen erbij. Waarom deze? Deze zijn wat dikker en die bevatten iets meer inkt. Dus heb je meer kans op doordrukken. Om echt goed te testen of het wel of niet een goede bullet journal is. Dan laat ik even aan de achterkant zien wat wel en wat niet doordrukte. Zoals je ziet is de dikke brushpen zie je wel echt duidelijk. Maar alle andere dingen komt echt maar lichtjes door het papier heen. Dus al met al een heel fijne en goede bullet journal. Dit is ook echt een bullet journal die ik mensen ook zeker aan kan raden. Voor als je eigenlijk wil uitproberen of bullet journaling wel of niet iets voor je is. Want op deze manier kun je toch op een goedkope manier het uittesten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je dit soort video's vaak zien, doe je dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!